Hoi, daar ben ik weer. Het is inmiddels 18 dagen geleden dat ik mijn transplantatie heb gedaan. En zoals je ziet, ziet het er alweer nog iets gezonder uit. Het rode is eraf. Wat wel is gebeurd, de eerste haartjes zijn eruit gevallen. Maar wat me dan ook wel weer verbaast is dat ik uit de poriën waar zeg maar, de haartjes uitgevallen zijn, zie ik nu alweer nieuwe haren groeien. Dus dat is een goed teken. Dus inmiddels de achterkant doet nog wel een beetje pijn, jeukt af en toe nog wel. Ik zal zo proberen om het ook nog even in beeld te brengen. Over het algemeen ben ik tevreden. Het groeit snel. Ik kan niet wachten tot ik weer iets met mijn haar kan doen. Maar ja, het is voor nu gewoon even wachten en hopen dat het allemaal goed gaat groeien. Goed, dat is het dus. En de achterkant ga ik nog even laten zien. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Dat was hem meer voor vandaag.